Naam? Abdul. Rashid. Omar. Youssef. Met twee S'en. Neem maar mee. Dit kan heel leuk worden. Wist je dat hij werkt op een alibi-kantoor? Tegen betaling leveren ze alibis. Omdat we met onze laptops, tomtoms, mobieltjes overal en altijd bereikbaar zijn en dus traceerbaar, is er heden ten dagen weer behoefte aan een ouderwets alibi. Uw reis naar Italië is geboekt. Het enige wat u tegen uw vrouw hoeft te zeggen is dat u naar een veteranenweekend in Flevoland bent. Maar als ik die brand heb overleefd, waarom heb ik mevrouw dan niet meteen gebeld? Ik kon niet, vanwege je brandwond. Brandwond? Goed alibi doet soms even pijn. Bert? Hey, moet je luisteren, je moet over 10 minuten je vrouw bellen. Je hebt net getennis, dus je mag wel een beetje hijgen van inspanning, oké? Dat komt wel goed. Ik zou dat niet kunnen hoor, liegen voor mijn beroep. Nooit? Wat vind je van een truitje van je collegaatje dan? Mooi. Hey Youssef, daar, dat is mijn vrouw. Ik heb morgen een lekker wijf technisch projectje lopen in de stad. Zou jij een alibi voor mij kunnen regelen? Hey. Deze van jou? Nee. Weet je het zeker? Ja. Ergens moet er toch iemand zijn voor mij? Iemand die me dat wauw-gevoel geeft. Zal ik haar vragen van? Zij heeft een hekel aan leugenaars en jij wordt ervoor betaald om te liegen. Mag ik je iets vragen? Ja, tuurlijk. Maar dan moet je wel echt eerlijk zijn. Ik zou niet anders kunnen. Waarom lieg je toch altijd tegen die meisjes? Maar dit is een lief meisje, oké? Ik wil niet kwetsen. Ik ben geen klootzak. U moet nou niet te bang worden een beetje, maar uw man heeft bijna gestikt. En zijn luchtpijp? Ja, ja, lucht. Goed gepijpt. Veel gepijpt. Ik ben zelf vast! Oh! Ik was dat! Ik was dat! Dat was ik! Dat was ik! Ik was dat! Oh, yeah.